Afgelopen zaterdag werd de tweede Fight Night door de Venrijse Thaiboxvereniging Quin Gym georganiseerd. Zo'n 1000 bezoekers kwamen naar de 27 Thaiboxpartijen van verschillende klassen kijken. Sporthal de Wetteling was omgetoverd tot een ware vechtsportarena. Met een boksring, een professionele opkomst en een ringspeaker. In totaal werden er 27 partijen gevochten in verschillende klassen. Van de hoogste klasse A tot aan N-partijen. Er waren vechters van allerlei thaiboxverenigingen, maar ook de eigen vechters vochten partijen in de boksring. Organisator Michiel Gerlach was tevreden over de resultaten van zijn eigen vereniging. Spelers, de B-klasse heeft het heel goed gedaan. Die heeft gewonnen op technisch knock-out. Eén vechter heeft gewonnen op punten. En één meisje kreeg een week van tevoren te horen dat ze kon vechten en die heeft verloren op punten. Maar ik vond eigenlijk ook dat ze gewonnen had. En dan twee verloren. Dat vind ik het best goed gedaan, toch wel. Eerder zijn er wel eens problemen geweest op boksgala's in Nederland. Daarom moet ook het Venrijzengala aan strenge veiligheidsmaatregelen voldoen. Van de bond mag je niet organiseren zonder dat je goede beveiliging hebt. Ja, die zorgen gewoon dat alles gewoon iedereen zonder wapens, als je al binnen zou komen, binnenkomt en de boel gewoon rustig houdt. Een van de Venrijse vechters die in actie kwam was Roshan Nazari. Hij vocht als enige van thaiboxvereniging Quin Gym een partij in de B-klasse. Roshan won het gevecht van Hassan Kosar. Daar heeft hij dan ook hard voor gewerkt. Ja, gewoon keihard trainen, even knop omdraaien en dan om beesten, ja. In totaal waren er zo'n 1000 bezoekers die op het evenement afkwamen. En dat zijn er meer dan vorig jaar. Ook Roshan vond het bijzonder dat zo'n evenement in Venrij kan plaatsvinden. Ja, ik vind het geweldig eigenlijk. Bij ons in Venrij zelf. Dus ik heb er hard voor getraind ook. Mooie partij neergezet. Fight Night 2 is zonder problemen verlopen. Organisator Michiel Gerlach hoopt op een vervolg. Ook bij u is er beslist een sloot of beek in de buurt. Om deze sloot en beekjes wat meer bekendheid te geven, werd door het IVN de Slootjesdag georganiseerd en konden de bezoekers eens goed bekijken wat er in beken en sloot allemaal leeft, groeit en bloeit. Afgelopen zondag werd ook in onze regio de Slootjesdag 2014 georganiseerd. Bij de Rosmolen konden kinderen met schepnetjes aan de gang om op zoek te gaan naar het leven in, op en naast het water. Verder werden er wandelingen georganiseerd rondom de kronkelende Oostrumse Beek. Was er een puzzeltocht georganiseerd? Kon je op de grote Meulenbeek kanoën? En bij de Sint-Goorkapel was een kleine informatiewatermarkt georganiseerd. Er komt bij deze dag heel wat kijken en er werken ook heel wat organisaties mee. De Stichting Mooiland werkt mee, IVN Gijsteren Venrij, de Jeugd Natuurwachter Venrij en Waterschap Bilmaasvallei. En hoe lang bestaat het al? Het is de eerste keer wat we organiseren, het is even spannend hoe het loopt. Maar tot nu toe is het al een groot succes. De kinderen zijn heel enthousiast hier waterdiertjes aan het zoeken en er zijn al heel veel mensen langsgekomen. Het is de eerste keer wat organiseren, maar het gaat nog zeker vaker gebeuren. Ja. En hoe is het dan ontstaan? Het is natuurlijk belangrijk dat kinderen van vroeg af aan al weten wat er leeft in het water. Wat er in, op en rond gebeurt. Dus daarom willen we graag daar aandacht aan besteden. En op deze manier hopen dat te doen. Dat de kinderen daar meer weet van hebben. Van het belang van water. En we zien natuurlijk allerlei kinderen in de sloot actief op zoek naar diertjes. En van alles en nog wat. Zijn jullie niet bang dat er van alles beschadigt? Nee, in principe het moet natuurlijk mogelijk zijn om langs de beek te kunnen recreëren. En in principe houden we het goed in de gaten. Er zijn bepaalde wandelpaden langs de beek. En daar kunnen de kinderen gewoon prima zitten en het water van dichtbij ervaren. Dus een dag voor echte natuurliefhebbers. Want waarom zou je anders een kijkje komen nemen op de Slootjesdag? Ik ben een echte natuurliefhebber. Ik woon al meer dan 60 jaar hier in de regio Venrij, Groot Venrij. En ik ben in de natuur opgegroeid in het gebied van vlak water, helemaal aan de andere kant van Venrij. En de natuur heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. Ja. Ja. En u? Ja, dat is voor mij hetzelfde. Ik woon in Kasterij. Dus we hebben Kasterijse Ven, een prachtig natuurgebied. Lollebeek zijn ze nu bezig met het meanderen. En daar ben ik elke dag wel even gaan kijken. Ja. Dat vinden we leuk. Om visjes te vangen en
meer te weten te komen over de natuur. En hebben jullie ook al wat gevangen? Want je zegt visjes vangen. Ja, we hebben wel wat gevangen. Alleen op sommige plaatsen zaten niet zoveel visjes of beestjes. En jij? Had jij wat gevangen? Ja, en er waren waar die kano's aanleggen, daar waren wel best grote vissen, maar die konden we niet vangen. En waarom komt u naar de Slootjesdag? Nou, we waren aan het fietsen en kwamen hier langs. En toen zag ik het bord staan en ik had het wel gelezen. En ik zeg tegen mevrouw, hier gaan we eens even kijken. En zij vond het ook wel leuk. Ook die met die bever en de beverratten. Ik kan aardig vertellen over al die dieren. Dat is wel leuk, ja. Je komt er zo vaak in de buurt. Maar de bezoekers van de Slootjesdag konden het nu eens van heel dichtbij bekijken. Het is wel een mooie bus. Hoe kun je het goed zien in die park? Ja. Heemkundevereniging Meerloansum en Stichting Venray Monumentaal zijn boos dat een Schellaard gesloopt moet worden. In het kader van de gebiedsontwikkeling moet het voormalig gemeentehuis wijken voor verbreding van de rivier. Een van de belangrijkste maatregelen van de gebiedsontwikkeling Ooijewansum is het maken van ruimte voor de rivier en het leegstromen van de Oude Maasarm. Daarvoor moeten obstakels verdwijnen. Een van de grootste obstakels in Wansum is de Brugstraat. Hier is de doorgang van het water op dit moment 10 meter. En dit moet zo'n 80 meter breed worden. Maar daarvoor is ruimte nodig, aan de oost- of westkant. Aan de oostkant liggen tankstation Shell en de supermarkt C1000. Aan de westkant het Chinees restaurant Ten Schellaard. En in eerste instantie hebben we gekeken naar een ontwikkeling aan de oostzijde van de brug, van de doorgang. Daar bleek dat onder andere de aansluiting van, er komt een brug, die brug moet ook iets hoger komen liggen omdat de dijken verhoogd worden. Die aansluiting van die brug op de zijwegen, dus de burgemeester de Wijkshavenstraat en de Meerloseweg en ook de Brugstraat zelf, die aansluiting die wordt ook hoog. Dus dat wordt allemaal best wel lastig om dat technisch in te passen. Daarbij komt dat de kosten voor de verhuizing van de C1000 en het tankstation natuurlijk ook behoorlijk zijn. Dus dat zijn allemaal argumenten die tegenspreken. En toen zijn we gaan kijken van ja, hoe kun je dan een ontwikkeling, of hoe kun je dat dan realiseren zonder dat je dat aan de oostkant doet, dus aan de andere kant, aan de westkant. En om een verbreding te realiseren aan de westkant moet het oude gemeentehuis, waar Chinees restaurant Ten Schellaard gehuisvest is, nu wijken. Daar zijn Heemkundevereniging Meerloansum en Stichting Venray Monumentaal niet blij mee. Ik vind dat het eigenlijk niet kan. Gezien het feit dat dit een gebouw is wat uniek is voor Wansum. Als je van het Beekdal uit kijkt, dan is dit het aanzicht van Wansum. Je ziet het ook op alle aanzichtkaarten en andere publicaties. Het is bovendien een historisch gebouw. Het is het laatste gebouw wat we hebben, bij mijn weten, van de voormalige gemeente Wansum. Niet van Meerloansum, maar van de gemeente Wansum. Dus als zodanig is het van historische waarde. Ik vind het gewoon een mooi gebouw. Dit is zelfs in het oorspronkelijke plan Ooijewansum omschreven als behoudenswaardig architectonisch van waarde. Nou, dan kun je niet zomaar deze switch maken. Het projectbureau Ooijewansum heeft te maken met veel belangen in het gebied en de bewoners van de verschillende dorpen. Zij begrijpen dan ook de reacties vanuit de Heemkundevereniging en Venray Monumentaal. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze niet blij zijn met deze oplossing. En ik moet zeggen dat wij als gebiedsontwikkeling ook graag natuurlijk zoveel mogelijk panden behouden. Want ja, je brengt niet snel iets af wat een bepaalde waarde heeft. Dat wil niet zeggen dat we daar heel onvoorzichtig mee om zijn gegaan. We hebben met veel mensen over dit verhaal gesproken. We hebben belangengroepen waar we mee spreken. We hebben ook in het gebied, dus in het centrum van Wansum zelf, consultaties gedaan. En naar onze mening en ons inzicht was dat de Schellaard op zich wel een waarde had, maar dat het niet onoverkomelijk was als we daar gewoon een goede oplossing zouden kunnen vinden die zeg maar recht doet aan datgene wat je aan kwaliteit wil hebben in Wansum. De Heemkundevereniging en Venray Monumentaal denken echter dat er veel kwaliteit verloren gaat met de sloop van den Schellaard. Het gebouw uit 1954 staat op de nominatielijst om gemeentemonument te worden en is naar hun mening van grote waarde voor het dorp Wansum. Zij denken dat er vooral voor deze oplossing is gekozen vanwege het geld. Naar mijn idee een geldkwestie. Ik snap, omdat ik ook een andere pet op heb, dat geld belangrijk is. Van de andere kant vraag ik mij af of het überhaupt nodig is om
de Schellaard te slopen als je een veel bredere doorvoer wilt maken om het water van de Molenbeek te kunnen afwikkelen. De Heemkundevereniging en Van Rijn Monumentaal komen nu in actie. Door hun klacht bij het projectbureau neer te leggen, hopen zij dat Den Schellaard behouden kan blijven. Dus ik zou wel eens een visie willen zien met behoud van de Schellaard, met behoud van de brug en de componenten van de beide dorpsdelen. Zodat je daar, als je al zou mogen kiezen, daarin zou kunnen kiezen. En dat zou ik dan wel aan het dorp willen voorleggen. Ja, ik ben bang dat dat niet gebeurt. Want ja, er schijnen hogere machten te zijn die eisen dat het gebeurt zoals het in de laatste presentatie is neergezet. Projectbureau Ooye Wansum is nu bezig met het maken van een bestemmingsplan. Zodra dit ingediend wordt, kunnen de verenigingen formeel bezwaar maken. Vandaag en gisteren was het Nationale Modderdag. In het buitenland al een begrip en nu voor de tweede keer in Nederland georganiseerd. Kinderen uit Merselo waren dit jaar van de partij. De achterliggende gedachte van de Modderdag is kinderen van 0 tot 12 jaar in contact te brengen met de natuur. Kinderen spelen steeds minder met modder. Wel in de zandbak, maar niet echt met modder. En toen dachten we, hé, dat gaan we doen. En dat hebben we opgepikt. En dit is het resultaat deze dagen. Eigenlijk de twee basiselementen van de natuur, water en zand, om dat weer goed te voelen. Er waren veel activiteiten voor de kinderen bedacht, want met modder kun je meer dan je denkt. We hebben een modderkeuken, we hebben modderverven op schilderij. Voor de kleintjes, voor de baby's van 0 tot 21 maanden hebben we twee badjes waar ze kunnen voelen wat hele natte modder is en iets drogere modder. En zo bouwen we het eigenlijk op. Aan de hoeveelheid modder op de kleding te zien, hadden de kinderen het goed naar de zin. En wat vinden jullie van de modderdag? Heel erg leuk. Heel erg leuk. Je mag lekker vies, dat is heel erg leuk. En wat vinden jullie het allerleukste op de modderdag? Modderbad. En modderbad, zeg maar. Elkaar toegooien. En wat hebben jullie in het modderbad allemaal gedaan? Bommetjes en elkaar erin duwen. De modderdag duurde 2 dagen en naast Merselo namen ook de kinderen van de Meent in Leunen deel aan de modderdag.